En niet uit, man. Oh, dat is die oude... Hoe heet het ook alweer? Van... Ik weet dat hij gek van paarden is. Hij heeft heel veel paarden. Paarden, volgens mij. Hij heeft paarden. Dat hij zo'n stal heeft, hè? Allemaal van die stallen, hè? Oh ja, snuitje. Ja, inderdaad. Hendrikus Josephus Huisman werd geboren in Zaanstad. Hij drumt in het bandje Lucifer en wordt door zijn grote mentor Joop van den Ende ontdekt. Vanaf dan gaat Henny aan de slag voor de KRO. Beetje reclame maken, hè? Zijn eerste tv-optreden wordt door de pers en door Joop niet zo goed ontvangen. Alles wat daar tussen zat, is helemaal kut. Kut, gewoon vreselijk kut. Toch wordt Henny vanaf dan 20 jaar lang de nummer 1 showmaster van Nederland. Wekelijks trekt hij een slordige 8 miljoen kijkers met bekende succesnummers als... Shout Mix Show, natuurlijk. Ja, Sound of Music. De moppetrommel en zo. Van die mini-playback show van vroeger. In 89 stapt Henny met Joop over naar RTL Veronique. Veel van de huidige bekende Nederlanders hebben hun bekendheid mede te danken aan Huisman. Zoals Gerard Joling. Hoor je het? Hij is als kleine jongen van 7 jaar een keer over een hekje gesprongen. En Marco Borsato. Oh, raise my hands to you. En wie allemaal nog meer? Hint, Edcilia Rombly, Tooske Breugen, Tony Neef, Helmut Lotti, Glennis Grace. Alleen maar supersterren dus. Henny bedacht zijn meeste programma's zelf en verdiende daar aardig wat knaken mee. Maar toch blijft Henny een jongen van het volk. Ja, dat is maar. De tweede helft van de jaren 90 kampt Henny ondanks al het succes met een zware depressie. En slikt sindsdien dagelijks een pilletje tegen de scherpe randjes. Want wat voor een persoon is Henny eigenlijk? Kwetsbaar, vraagt om waardering, vraagt om respect, vraagt om warmte, vraagt om liefde. In 2002 wordt de Soundmix Show vervangen door Idols. En kan Henny zijn biezen pakken bij RTL? Dat is heftig. Als je de topvoetballer bent, dan opeens scoor je niet meer en word je afgewezen. En ging... Ja, wat ging Henny eigenlijk doen? Hij is 65 geweest, geloof ik. Dus hij heeft mij niet uitgewerkt. Het is jammer dat hij niet meer gebeld is. Maar dat deed het altijd leuk. Nou, dat ik het een toffe vent vind en ik hoop dat het hem goed gaat. We hebben wat tegenslagen gehad en ik vind het gewoon helemaal tof.